0502 RT 0502 al. 05 heeft bericht over. Repareer we met toestemming Human Labs, postcode 963. Zou een persoon aangevallen zijn door een laboratoriumdier, een aap nog wel. Persoon had testen gedaan, wilde de aap terugstoppen, werd toen aangevallen. Heeft veel bloedverlies, actieve bloeding, persoon wazig, licht in het hoofd. Raakneiging, de persoon komt bij bewustzijn, gebruikt mee, geen medicatie. Onbekend wat er daar precies aan de hand is, de ambulance heeft een lange aangetijd daarop. Ja, positief voor ons geldt hetzelfde, is 9 kilometer vanaf hier over. Nou, maar heeft wel inzicht wie er sneller kan zijn? Wij, negatief, sowieso wij. Maar wij zijn waarschijnlijk inderdaad eerder. Van Ambo wordt hij alsnog gekoppeld. Mocht u heel graag iemand sneller hebben, is misschien een idee om de verkeerspolitie die kant op te sturen. Oh ja, goeie, dank voor meedenken. Wordt preventief toch even gekoppeld. Ja, is vernomen. Wij gaan een aap neerschieten, ik zie het. Wij gaan een aap moeten neerknallen. Nee, we zijn zo snel dan de ambu, denk ik. Ja, dan de ambu wel, maar het is altijd wel verstandig om in dit soort situaties misschien toch de verkeerspolitie ook die kant in te sturen. Ja. Als het echt bedreigend is. Dan kan namelijk ook meteen VTB gedaan worden. Want dat doen wij als noodhulp in principe niet. Ik heb ook geen idee waar die ambu is hoor. Goed, weet je welke ambu? Nou, je zit via het ding te vragen. Ik? Volgens mij. Of ook zeker niet. Dus. Ja, dat ja ik even een collega meneer wordt even aangesproken door de ambulance. Ja, volgens mij gaat het momenteel ja, hij is wel gaan liggen. Ambu er al is, een beetje hoor. Ja, raar uit momenteel. Kan ze misschien iemand ook aangeven op keurig gezicht, omdat het zo leeft? Ja, ja, hij is wel wat wit. Loopt hij weer zo aan. Ja. Ja, maar wat zeker het handschoentjes om, hè? Of aan. Ja, maar ambulance was dat te plaatsen van jou? Ja, er is een ambulance. Ja, dat is ook in ieder geval dat de ambulance nog op tijd is, want anders zal eventueel meer rijden en dan moeten ze wel even... Oh, dat is de burger trouwens. Ik hoor wel een stem. 48 is aan rijden. Ja, die zijn er sowieso niet helemaal bij. Dat is super 408, aangezien je toch verkeerd politie bent. Ga ik ervan uit dat je binnen 1 minuut geplaatst bent. Graag het verder op de bij de opkomst. Ik ga een beetje langer zitten, maar ik ben nu midden in de stad. En ik ga niet 170 rijden nu op snelweg. Oh, wij rijden wel 170 op snelweg. Het is helemaal niet glad, joh. Dat dacht ik niet, vriend. Val wel mee, een nieuwe winterbandje rond de geschiedenis. Ja, joh. Ze zijn al poesjes van allemaal, oké, nee. Hé, doe ze normaal. Oh ja, jij wel toch. Goed meneer, als er van de ambulance wat plaats heeft, dan ga ik even van de reden met de ik geef eerlijk toe, dit is niet realistisch. Als ik rechtsonder kijk, rijden we nu 140, 130. Ja, dit voelt langzaam aan, hè. Daar zijn we nog mee bezig. Ja, dan wel. Dan geef ik gewoon een woorden. Nee, als je kijkt, die Audi kan maar max 170, hè. Ja, wij rijden net bergaf een beetje 170. Ja. User left your channel. Nou, dat heeft u best snel gedaan. Kilometer. Ja, we moeten echt ver omrijden. Ja, we moeten dadelijk hier eraf en dan weer helemaal hier rechts omhoog, hè. Oh, god. Ik heb echt gevoeld dat we nog een aap gaan neerschieten. Ik ook. Is het niet handig om dat beest gewoon neer te knuppelen, dan? Of wil je knuppelen? Nee, dat is zielig. Ik heb beter een kogel op die kop geven. Of pepperen, nee, dat is ook zielig. Pepperen, ja. Of taser. Jij hebt een taser bij. Je hebt een taser bij. Ja, zeker. Oh, dat is eigenlijk wel verstandig. Dit is... Komt er geen trein? Nee. Dit is zo'n sowieso weer zo'n raar beest, wat dan als je hem tasert, dan wordt het te hulk ofzo. Het is toch je main lab, nou, hè? Ik weet niet of jij je actie met je pepperspray net doordacht had, maar wat zou er gebeuren als je bijna pepperspray zo gaat spelen? Dan wordt het ook te hulk. Paniek, denk ik. Denk dat niet goed af had gelopen, hè? Nee, twee agenten die op hem aflopen, dat is geen paniek, wil je zeggen. Die weten ook, oh, nu ben ik aangehouden, nu ben ik aangehouden. Ja, dat weet hij eerder, zeg maar, als behalve als een brandende... peper extract is ook gespoten hoor. Ja, lekker toch? Ja, heerlijk. Lekker. Pas op, er komt ook scherpe bochten, hè? Ik wil wel met de handrem. Ja. Dat daar een toeran van de politie in de keuken was rijden. Dit is alsnog gewoon 70 door de bocht, hè? Als je het echt doet met de sneeuw, dan kan ik je vast vertellen dat ligt jouw auto ergens anders. Ik ben 8 met de urgent. Oh,
agent. Ja, positief. Zou er even een eenheid om naar omgeving postcode 400 kunnen gaan? Er is iemand met vuurwerk op de snelweg aan het schieten en die heeft juist zo goed als gericht op mij geschoten, maar gelukkig dat niet geraakt. Dat klinkt veilig. Is zojuist wel een melding van aangepakt en zijn ze ermee bezig al. Ja, super. Oké, okay, helemaal top, dankjewel. Nee, ze zijn ook voor ons. Bedankt. Zie je een ambu? Was er nog wel of geen een ambu? Er was een ambu uit mijn hoofd. Ik stuig ook dat hier terugrijden is. Oh, was het hier omlaag, daar zo. En dat kan ook. Maar als je terug gaat, misschien hier links... Kijk in het GMS of er een ambu TP staat. Ja, ik ga achter aan de burger. Ja. Ja, positief. Hoe verwacht jij van ons dat wij binnenkomen? Want staat er dan fictief iemand klaar? Of, ja, er staan 41. Mensen bij de poort en rij dat laptop. Dan weet ik al waar het is terug. Oké, okay, dan kunnen we gewoon links, de pad volgen, dan komen wij jou tegen. Ja. Mooi. Het is daar tussen die gebouwen in, Wim. 5-2 zo goed als te plaatsen. Als we niet crashen. Hier tussen. Ja, genomen. Hier zo. Pit 8 is iets van 2-3 kilometer uit nog. Waar staat die rapid dan? Hij is rechtdoor? Ja, je zit er 43, wij staan binnen. Ja, binnen. Waar binnen? Bij de, als je bij de ingang komt, moet je links aanhouden, helemaal links aanhouden. Ja, toch. Toch wel. Is die aap dan nog? Zo, dat hier is. Ja, dat is voor mij onbekend. Dus daar moet ik zijn ook gekoppeld. Dus ik ben meneer een beetje met je met spoedjes. Nou, dan wordt het deze pakken, Wim. Ja, dan gaan we die aap al zoeken. Kijk. Wacht. Oh, laat de auto maar buiten staan anders. Ja. Ik trek die taser er vast uit. Ja, ik heb hem niet. Alarm is wel ingeschakeld, zie ik. Ja, dat zal wel heftig geweest zijn. Maar ja, daar zie je sowieso dieren hebben zitten voor dierproeven. Weet ik ook niet of het helemaal wel oké zit. Ja. Want apen mag volgens mij niet. Hallo, politie. Politie, laat je van je horen. Hallo. Politie. Even oppassen met deuren open trekken. Ja. Als ze niet open gaan, probeer ik ze niet open te maken. Wacht, hallo. Deze hier hebben geen zicht, wacht even. Ja, doe maar open. 17-43-05-02. Geen bericht hebben? Ja, ik achtervolg een aap. Oh nee, waar? Waar? Helemaal de gang door, helemaal... Oh shit! Ik heb een nieuwe politieburger nodig, graag melden bij... Oh ja, oké, okay, daar komt een aap, let op. Ja, je kunt het moeilijk aanspreken, die aap. Waar komt... Jan, ren weg. Is er nog een andere gang deze kant op? Nee, gat. Nee, ik heb niet. Oh ja, Wim, pas op, hij zit achter. Oh, daar komt hij, oh shit! Mis. Let op. Oh, zo. Ja, deze. Geraakt. Ja, dat beest dat gaat ons nooit houden. Ja, hij is geraakt. Kijk eens of dat kooitje open kan. Nou, hij doet nou niet veel met pak hem eens. Til hem op. Ja. Kan die kooi open links van jou? Jan, wil je heel even mee? Jan, hier komen. Jan. Oh. Hier komen. Maar één kooitje open. Kijk even of er een kooi open kan. Maar niet aan welke. Open. Ja, dat dadelijk okay, wordt hij wakker. Die kooi ja, het duw hem erin. Okay. Ik denk dat we ook even dierenambulance moeten laten komen over die van dierenarts. Nou, ik denk dat dit meer is dan een dierenambulance, joh. Ja, hij zit erin. Zo. Er zijn wat meer instellingen. Zijn er nog meer dieren? Nee, dit was verder de enige die buiten zat. Oh, daar komt. Oké, dan mag jij weer terug naar je slachtoffer. Nou, die heb ik helemaal weggedragen. Goed. Oké. Okay. Het lijkt wel verstandig dat we van een dierenarts in ieder geval OC daar even om gaan vragen. Ja, sowieso andere vraag. Is het überhaupt nog wel legaal om op dieren te testen? Ja, zei ik net ook al toen we binnenkwamen lopen. Dus, ja, precies. Op apen in ieder geval. Want volgens mij mag konijnen er wel, maar apen weet ik niet. Ik vond wel mooi hoe ik als harte wegren, dier. Ik heb nog wel een knap gehad. Zeker toen hij mis gewoon met die taser, toen was ik weg hoor. Je bent toch wel opgenomen, hoop ik. Ja, zeker. Okay. Oh yes! Nou, voor mijn idee raakte ik hem dus vol. Ik zie de laatste keer. Moet je nagaan. De deur open gaat en dan hoor je allemaal apengeluiden. Die apen die hebben een hele andere hitbox. Ja, dat vind je gek. Dus... Ja, volgens dan raakt hij hem wel, maar ook weer niet. Dat is helemaal
Ja, ik ga even OC in, met spoed een dierenarts. Ja, ik ga toch nog even dit gebouw zoeken. Dan moet ik toch maar even bewijzen dat ik geen... Ik wil met je mee. Want er zullen nog wel meer dieren zijn hier. Jan, hou die avond. Jullie dachten kijken bij 5-4. Ja, goed. Hallo. Ja, positief. We hebben eenmaal een aap getaser. Dus ik zou graag een dierenarts met spoed deze kant in willen. Tevens lijkt het me handig om even instanties in kennis te stellen dat die proef op apen gedaan wordt. Ik weet niet helemaal zeker of dat nog legaal is. Ja, we gaan even kijken. Dus graag met spoed een dierenarts deze kant op over. Is je reguliere ambu ook goed voor een beeld? Ik denk niet dat die kennis hebben over hoe de geneeskunde van een getaste aap zit, over. ik ga even bij de opkomen aanvragen, Jortje. Lijkt, wat staat hierboven? Ik heb geen idee. Laboratorium naar links. Nou, naar links. Room, ook alles naar links. Alles naar links. Ja. Makkelijker is het nog. Nou, ik ga even naar boven kijken. Ja, of, ik weet niet of dat wel wat is. Animals. Nee, wat, oh, hier staat animals op, denk ik. User left your channel. Denk ik. Ja, ik zie niet, man. Ja, nee, vervaagd. Ik ook niet. Ja. 5-2-5-2 alternatief. Analytics of zoiets. U zegt ja, het. Ja, heeft u meer aangetroffen in het gebouw, vraagteken? Negatief hoofd. Helemaal top. Kom ik even meekijken. Dierenambulance is onderweg voor de aap over. Een paar vaten hier, maar ja, zit achter spot en grendel. Ja. Ik heb zo'n idee dat hier wel meer gaande is. Kijk, ik wil een of andere tafel. Een, ja. Met, ik stel sowieso voor elke schuifdeur die open gaat naar een of ander raakkamertje, zodat we niet naar binnen gaan. Nee, gewoon de gang dan houden. Ja, hij persoon in ogen draagt een ambulance. Moeten we hier niet zo'n pak aan? Dus dat komt helemaal goed. Volgens mij niet. Dit zijn de testchambers, hè? Ja, u gaat weer beschikbaar als ontvanger die een verder gebruikt in een fijne dienst uit. Nee, ik vind het ook goed. Dit mag verder onderzocht worden, dit gaat gewoon dicht. Ja, user joined dit laten we lekker afslaan. 50, even recht even. Ik ga wel even hier toch geen ambulance wordt, maar een dierenambulance die met 5 minuten te plaatsen is over. Ja, zou ik even een pak met aan, geloof ik. 0502 uit. 502 onderling. Geen bericht. Niks aangetroffen, we gaan nog niet verder dan een bepaalde kamer waar wij het vermoeden hadden dat wij kleding moesten aandoen. Ja. Wat ons betreft gaat het hier gewoon op slot en wordt het helemaal onderzocht over. Ja, lijkt me verstandig. We hebben wel genoeg indicaties dat het hier niet goed zit. Okay. Over. Ja, begrijp ik. Ga het met je aan. De aap zit nog steeds knock-out in de kooi, over. Mooi, wij zoeken een weg terug. Ja, je geloof ik. Dus mannen, hoor ik het. Ik weet niet dat ik moet crossen. Nou ja. Ah, niet dat dit model kijk, zijn we weer. George was 9. Oh, hij is... Ja, is de aap weer wakker of wat? Ja, hij is weer langzaam aan het wakker worden. Hij kan praten, joh. Ja, heel intelligent wel. Bijzonder aap. Ja. Nou, Is dat misschien door die tests allemaal of zo? Zou wel leuk zijn. Ja, je wil niet weten wat je hier allemaal doen. Ja, dat dachten wij ook al. U kunt aangifte doen hoor, meneer de aap. Ik moet wel zeggen, dit is de eerste keer dat ik zo'n melding heb gehad. Ik ook. Ja, dat was ook niet Het was een one of a kind dit, denk ik. En dan ben ik er ook nog bij. Komt de dierenambu, denk ik. Komt ja, maar ook wel tegen de melding en ben ik, wat is dit nou weer? Dierenambulance. Dierenambulance. Ik ben opnieuw gekoppeld. Hey, dierenambulance. Hey, dat is de broer van die andere. Ja. Ja, het was een hij klinkt ook gelijk. Tweeling. Zijn er twee dingen, wat denk jij dan? Hey, ja, we hebben eenmaal taser geraakt. Op twee. Bij de aap. Ik weet niet of dit schade toegebracht heeft, maar hij probeerde me daadwerkelijk neer te mappen. Oké. Dus, en ik stond ertussen, ik heb duidelijk ingegrepen. Je rende weg. Maar nee, het staat op beeld, ik rende duidelijk niet weg. Zeker wel. Ja, jouw beeld voor jou, dan gaan we niet meer eens even bekijken wat er nee, staat, vriend. Kijkers kunnen dat nu in de herhaling terugzien tot ik duidelijk ertussenin stond. Ja. Hij kwam nog hard om afgerend. Ja, er was de optie voor doodschieten was deze. Goed, deze doet bij een mens ook niet zo heel veel. Dus bij een aap lijkt me ook niet, want dat ding is bijna zo even groot als een mens. Nou, hij wordt wel een beetje wild. Ja, nou ja. Hey. Hallo. Let op, hij kan spugen hoor. Ja, moet je doen, ik ga maar. Dat was spuiten zonder gaan. Hey. Hebben jullie niet zo'n verdovingsmiddel of... Platspuiten.
Ja. Nou, ik weet iets anders wat net wel werkt. Dat kan ik nog een keer proberen. Taser. Dan wist je wel even weer... Hey. Ga ik nog even plat. Ik ga jou een injectie geven. Nou, het gaat fout. Ja, ik ga alvast op afstand. Als die cola kopen gaat, dan... Op, het gaat goed. Als je hulp nodig hebt, Wim die komt zo wel helpen. Ik geloof dat deze rode knop is om dat ding dicht te doen hier. Nee, Wim die komt zo helpen als het nodig is. Nee, ja? Ik vind het goed. Wacht wat. Ah, dit is sick. Ik moet even naar buiten. Heeft u hulp nodig? Wij gaan even lekker achter het glas dan kijken. Dat vind ik helemaal mooi. Ja, dan sta je er wel naast. Ja, meneer van de dierenambulance. Maar je bent veilig. Meneer dierenambulance, meneer. Kijk eens. Meneer. Heeft u Wim nodig? Hallo? Hij reageert ook niet meer, die is ook bezet hier. Ja, ik ben er. Oh, ja. Was er? Lukt het? Ja, ik ben het rammelt aan de hek, dus een beetje... Hé, blijf eens doorzitten. Ja, nee, dat luistert hij. Blijf eens doorzitten. Heeft u Wim nodig? Dat is een spuugertje. Godverdomme, ik ga een taser inzetten. Mik een beetje naar voren, alsjeblieft, Mik. Het is goed. Hé, ik ga een taser inzetten. Die aap, die moet nu normaal doen. Ja, zeg het hem, lees hem er echt ervoor. Hey, ik heb wel een andere manier die dierenambulance echt nodig heeft. Je staat bij deze onder arrest, alles wat je zegt zal een kant tegen je gebruikt worden. Hey, maar heb ik geen verdovingspistool of zo? Ik heb wel een ander pistool, werkt ook. Die ligt in de auto. Oh ja, pak Mick, pak dat ding eens. Ik, laat verdovingspistool. Sta je auto buiten? Ja, hij staat binnen. Binnen, houdt op. Binnen. Oh ja, binnen. Ik loop wel even mee. Het is een oude Chevy zeker? Ja. Hij lijkt verdacht op de andere auto, maar nee. Oh, nou, kijk. Hey. Gaan we netjes achter het glas. Ik heb een banaan van jou. Wacht, ik... Nee, oh god. Ik vertrouw het hele gebouw niet. Alsjeblieft. Lekker, hè. Eet maar. Niet aan mijn hand trekken. Oh, nee. Hé, hey, kom. Hier, trek mee. Oh god. Oh, ja, hier heb maar. Los, ja? Strik in, nee. Je weet dat een aap sterk is. Deze grote is van u, neem ik aan. Ja. Nou, heel veel plezier naar mij. Als het niet lukt heb ik nog een kleinere en die werkt ook. Maar dan wordt hij niet meer wakker. Hij trok net aan zijn arm. En pas wel op dat je pistool niet afpakt dan. Ja. Ik ga even een stukje verder staan in dat geval. Ja. Wat een helden op sokje. Hey. Ik blijf hier gewoon staan. Nee, hey. Ik kom even mee, ik ga wel achter het glas staan. Eet je op banaan, rustig. En zijn kont. Piem. Hoppa. Oh ja, oh, dat ging snel. Hey, kijk, het ging heel snel. Het ging heel snel, ja. Wat heb je erin gedaan? Of heb ik gewoon wat erin gedaan? Heroïne. Ik kom niet die deur dus. Hoeveel heb je erin gestopt? Ja, weet niet, jij hebt erin gedaan. Nee, ik niet. Okay, als de persoon die het gepakt heeft. Wie heeft dat ding gepakt? Heb je er wel eens in gedaan? Of heb je er een kogel in gestopt? Ah, was het verkeerde pistool, joh. Was de verkeerde. Oh. Nee, ik heb er geen kogels in gedaan, want dat had ik zelf wel kunnen doen. Hoeveel heb je er dan ingetouwd? Nou, gewoon genoeg om dat ding plakken. Nee, maak daar niet meteen open. Nee, hij moet als hij gaat liggen, betekent niet dat hij weg is. Ja, maar hij moet dan mee. Ja, maar dat betekent... Laat hem even liggen. Kietel hem eens onder zijn voet. Doe maar niet, want dan rent hij daar binnen. Ja, dan neem ik hem weg. Oh god. Hey, dierenambulance, je komt wel alleen af, hè? Ja, vriend, ik wens je heel veel succes. Hij reageert niet op kietelen. Hij is... Nee, hij reageert niet op meneer. Gooi hem nou in de zak. Gewoon meenemen. Ja, kom, we tillen dat ding nog even mee en dan gaan we terug. Als iedereen even een arm pakt. Oké, okay, hij is wel helemaal plat, zeker? Ja, boeien, vast gewoon hartstikke rennen. Okay. Trek hem eruit. Oké, okay, ja, ik heb alle voeten. Ja, 1, 2, 3. Ja, oké, okay, nu gaan we spoedje naar de auto. Zo, dat was me wel weer een melding, jongens en meisjes. Ik weet alleen niet of mij dan naar mijn video's kijken. Ik denk het wel niet. Ja, jawel. De 0502 met een citrap geeft bericht over. Ja, positief. Eenmaal aap meegenomen door de dierenambulance en wij zijn allemaal op staat zijn over. Ja, voornamelijk voor bedankt voor de dierenvangst en u gaat weer inzetbaar. 0502. Ja, eerst vernomen over. 4008 gaat het ook voor u over. Ja, positief. En naar de politie weer retour. Vernomen. Het is in ieder geval een bijzondere dienst. Oh, hij wordt wild. Hij wordt wild. Het is een bijzondere dienst. Oh, die Chevy gaat crashen. Ja, hè? Kerstman al gehad, apa gehad. Nou, wat is de volgende? Een olifant? Ik zei nu nog Sinterklaas, maar die aap had ik nou ook wel niet verwacht. User was moved to your channel. Ja. Het is bijzonder. Het is heel bijzonder. Maar, ja...
Nou ja, wat kunnen we eraan doen? Nou, die taser heeft wel geholpen. In ieder geval even. Als de melding wat we nu nog krijgen, als we er nog eentje krijgen, nog erger is dan dit. Ja. Ja, één ding is schoen op. Maar dat kan niet. Van de kerstman die er vandoor ging, naar een aap die ontsnapt was en ons aanviel. Naar... ja, en ik zie het nog wel gebeuren dat we nog een vreemdere melding krijgen. Hè? We hadden toen al een clown die kinderlijkjes wilde verkopen. Die heb ik ook ooit gehad, volgens mij. Ja, dat is dan 2 weken terug of zo. Nou begin ik te twijfelen. Of in ieder geval, ja, heel veel killerclowns heb ik al gehad. Nou, ik moet het goed zeggen. Een clown die wilde kinderlijkjes verkopen. Maar die clown slisde een beetje. En die bleek in plaats van kinderlijkjes, kinderijsjes te bedoelen. En toen had hij heel veel... Ja, was niet bij. Toen had hij allemaal ijsjes achter in zijn truck liggen. Maar dat stonden we dus ook echt met 500 agenten. Omdat we dus dachten dat er een clown was met allemaal lijkjes achterin. En zo heb ik er ook één gehad. Er was iemand, een buitenlandse persoon, zeg maar, een Amerikaan, die probeerde hier coke te verkopen. Alleen ja, cola. Om de frisdrank. Oh, wacht even. Dus nou, die aap die... Oh, die aap is ontsnapt! Ik ga hem doodschieten. Hey. Pas op! Jan, afstand. Kut, afstand. Waar rent die? Terug. Waar weg, is hij? Ja, weg. Hij zit in dat gras, let op dat er geen trein komt. Pas op voor de treinen. Oh, dat is niet goed, hè. Hij zit hier in dat bosje. Als hij beweegt is hij de mijne. Waar schiet jij op? Is hij naar boven gerend? Ja, hij is naar boven gerend. Naar boven gerend? Oh. Mag hopen dat het in één keer raak was. Weet zeker? Ik denk dat hij daar zit. Was hij raak? Waar is hij? Ja, hij ligt hier. Ja, hij ligt hier op de grond, ja. Hij ligt... Kijk, ja. Oh, joh, shit! Hij ligt hier. Hey. Oké, okay. Ja, die is hartstikke dood. Ja, hij is dood. Ik heb hem één keer door zijn kop geraakt en meerdere keer in zijn lichaam. Dus hij is... Hey, dierenambu, nemen jullie ze ook nog mee als ze dood zijn? Ja, denk ik wel. Eigenlijk niet. Ja, wat is niet. Doen ze eigenlijk niet. Ik heb ze gevoeld dat onder nog iets gaat ontploffen. Ja, dat doen ze wel. Ze nemen ze mee als dode dieren, nemen ze ook mee. Hey, neem je dat ding dan mee of wat? Wacht, ik wil me het goede nieuws vertellen. Nee, wacht, dat moet je wel doen. Goed nieuws en slecht nieuws, hè? Ik heb twee dingen te melden. Nou, goed nieuws, goed nieuws en slecht nieuws. Ja, dus? Het goede nieuws is, de aap ligt. Ja. Slecht nieuws is, hij wordt ook niet meer wakker. Oh, nou is gebeurd. Dus jij mag hem meenemen. Nou, ik en ook een slecht nieuws, ja inderdaad, jij mag hem meenemen. Ja, hij decompenseert ook. Succes, hè? Hij decompenseert wel. Hij ligt op de heuvel. Ik wens je veel succes. Goed, hij decompenseert wel. Ja, in de zomer man. Over een jaar, ja. Het is winter, jongen. Maar hij heeft een dier ook wat te eten. Hé, hey, maar dan vriest hij wel, hè? Dan kan hij gewoon lekker blijven liggen. Vergaat vanzelf. Ja, precies. Ik vermoed dat hij zo chemisch is van dat lab, dat hij straks weer wakker wordt met twee hoofden en dan weer terug dat lab naartoe gaat en daar alles terroriseert. Ik ga weer even kijken. Dan. Ga jij hem pakken, jongen. Ja. Succes, hè. Noodknop is als er iets aan de hand is, hè? Wij komen niet. Nee, exact. Ik denk dat we weinig keuze hebben. Maar waar hadden we het nou net over? Ja, nou in ieder geval kinderlijkjes en coke en cola en alles. Ja, melding gehad inderdaad van Amerikanen. Dus wij het half politiekorps stonden daar om die auto heen. Er was ook nog een geleende auto. Dus wij al toestemming vragen om die auto te doorzoeken. En dat soort zooi. Toen eindelijk alles rond was, vonden we cola achter zijn auto. Ja, terecht. Ja, nee, typisch. Nou, wij gaan in ieder geval weer retour naar de stad. En daar zie ik jullie zo meteen voor een outro of voor nog een melding. Ik weet het echt niet. Jullie gaan het meemaken. Precies.